Goedemiddag gemeente, jong en oud, hier in de kerk of thuis, met ons verbonden via de livestream. Of als u later terugkijkt naar deze dienst, van harte welkom. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit Exodus 13, de versen 17 tot en met 22 en Hebreeën 12, de versen 1 en 2. Het thema van de preek is woestijnreizigers onderweg naar het hemels Kanaan. Mededelingen namens de kerkraad, de collecte, de fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor Christian Refugee Relief. De bankcollecte voor de vaste kerk kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze. Bankrekeningnummer staat ook vermeld op de zondagsbrief. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 16 vers 6. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe. Ja, u bent welkom. Gaat u zitten. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. We gaan opnieuw zingen uit die mooie psalm 84 en nu de coupletten 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En als je dat mag kennen, dan geldt ook, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, de verzen 3 en 4. MUZIEK
Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en in aansluiting aan de geloofsbelijdenis van Gods levend gemaakte kerk over het rond der aarde. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 33, het 11e couplet: Goedertieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Psalm 33, vers 11, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente, eerst uit het Oude Testament en dan uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is genomen uit Exodus 13. En daarvan de versen 17 tot 22. Exodus 13 vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van de oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken ze op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom, om hun de weg te wijzen en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.
En dan uit Hebreeën 12, die mooie verzen waarin van de Heere Jezus zo geestelijk getuigd wordt dat hij in de woestijnreis naar het hemelse Kanaan zijn volk is voorgegaan en daar is aangekomen als een garantie dat zij ook zullen aankomen, mits ze gelovig de strijd strijden. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover. Maar ik wil u eerst voorgaan in gebed, verlegen om de zegen van de Heere over alle elementen van deze eredienst. En ik wil ook voorbeden doen voor het bruidspaar van deze week, Matthias Petri en Johanne Rustenhoven, die zaterdag trouwen in de kerk van Scherpenzeel en de bevestiging van het huwelijk is door de eigen predikant. Aanvang zaterdag 2:30 in de hervormde kerk van Scherpenzeel. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wij buigen in geloof voor u. Sluiten onze ogen en vouwen onze handen. En wij oefenen ons om met geloofsogen op u de Heere te zien. Want aan de zegen van de Heere is alles gelegen, Heere. Ja, zo is het. Veel mensen erkennen dat niet meer. En wij moesten dat ook door genade leren. Maar als ze het door genade hebben geleerd, dan gaat u over alles. En dat is rijk, Heere. Want dat betekent dat de duivel het niet gewonnen heeft en het niet winnen zal. En dat u koning en Heere blijft over uw volk en kinderen. En dat de geloofsblik mag scherpen richting de toekomst. En we bidden, Heere, voor al uw volk en kinderen dat ze die scherpte van het geloof mogen oefenen dagelijks door in uw woord te lezen en met u die dingen te overleggen. Opdat we ook in deze barre tijden waarin wij leven moed houden voor de toekomst en onderweg ook trouw zullen zijn in het werk dat gij ons hebt opgelegd. Wij bidden om uw zegen ook vanmiddag, Heren. Wat een zegen dat we de zondag ook mogen stileren met 2 keer kerkgang. Dat we rustdag mogen hebben, afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en stil zijn voor God en stil worden tot God, om geborgen te zijn voor het eerst of opnieuw in de Heere God. Wat is dat rijk als we dat mogen kennen als ouderen, maar ook als we staan midden in de hectiek van het leven van elke dag, maar ook als jongeren op school of studerend of net in een nieuwe job begonnen. Heren, wat rijk dat u overal mee te maken wilt hebben. Wij willen ook bidden voor die jonge mensen, Matthias Petri en Johanne Rustenhoven, die komende zaterdag gaan trouwen. Wat een zegen dat ze elkaar gevonden hebben, Heren. En dat deze jonge mensen ook verlangen om de zegen van de Heren over hun huwelijks- en levensverbintenis af te smeken. Heren, gedenk ze persoonlijk en samen, ook de wederzijdse ouders en familie en grootouders, en geef een feestelijke en een geestelijke dag en vertrouwen voor de toekomst onder leiding van het woord van de Heren dat op hun trouwdag gepreekt mag worden.
Gedenk ze samen, heren, voor nu en voor later. Ook in de voorbereiding naar die mooie dag aanstaande zaterdag. We denken ook aan andere stellen die misschien niet meer getrouwd zijn of verlaten. Heren, wilt u zich ontfermen? Er kunnen toch ook doornen in ons vlees zijn. Er kan een scheur door ons leven lopen. Wat is dat aangrijpend, heren, als we het voor uw aangezicht niet meer eens kunnen worden. Dat hebt u toch zo anders bedoeld. Gedenk alleengaanden of gescheidenen, heren. We zijn ook dankbaar voor gelukkige huwelijken en gezinnen. Heren, wat een zegen is dat. Dat als er kinderzegen is die ook opgevoed mogen worden in de vrezen des Heren. Zodat ze geestelijke bagage meekrijgen in de ontwikkeling naar de volwassenheid. En dat hopelijk ook overnemen als een geestelijke erfenis hun toekomst tegemoet. Gedenk alleengaanden, heren. We bidden ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wat een zegen is het dat zulke mensen zo hartelijk in het geloof kunnen staan en zo spontaan geloofsbelijdenis kunnen afleggen. Gedenk ze, heren, en ook het werk dat onder hen gedaan mag worden, catechetisch, pastoraal en ook in de prediking van de mooie diensten in de oude kerk hier op de markt. Wij bidden ook vanmiddag weer voor Israël en de Palestijnen. Heren, wij bidden van u over de duivelse aanvallen van de Hamas. Wilt laten stoppen. Vreselijk, wat wordt er huisgehouden? Wat is de ene mens een hater van de andere mens als u ons loslaat, heren? Maar dat is niet uw schuld. Dat is de schuld van de mensen die het doen. En als Israël zichzelf mag en moet verdedigen, dan vallen er ook doden, ook onder onschuldige Palestijnen. Wees aan beide kanten een God van ontferming. Een vader die zich ontfermt en een moeder die troost, heren. En wilt u uitkomst geven in de overleggingen? Geef vrede, heren, geef vrede. De wereld is zo boos. En laat het vrede mogen zijn, vooral door het bloed van het kruis. We denken ook aan de oorlog in Oekraïne. Stop de demon uit Rusland voor het vermoorden van mensen die eigenlijk niks misdaan hebben. En geef ook daar vrede, heren. U bent toch de Almachtige. Als wij een tekorte arm hebben om in te grijpen op de goede manier, wil nog stilzetten. En zo kon het zijn vrede geven, niet alleen in de afwezigheid van wapens, maar ook vrede, vooral door het bloed van het kruis. Gedenk alle die op zondag noodzakelijk werk moeten doen, heren, mogen doen, in ziekenhuizen, in verzorgingshuizen, in mantelzorg, mensen die de veiligheid moeten bewaken. Gedenk ons land en volk en vorstenhuis. En wij bidden van u, heren, of we niet nog verder van uw goede geboden mogen afraken, waardoor de chaos alleen nog maar groter wordt. We vragen om uw zegen, zoals we hier vergaderd zijn, of ook thuis meeluisteren en meekijken. Zegen ook vanmiddag de koster. We danken voor zijn inzet en de organist voor zijn inzet en de mensen van de techniek. We kunnen met de techniek ook een heel verkeerde kant op, maar gebruik ook deze mogelijkheid om het evangelie niet alleen te laten klinken in de huiskamers, maar ook in de harten van de mensen thuis. Wat een zegen dat dat zo kan, heren. We bidden voor de zieken, voor bedroefden en beproefden. Laat er in de bediening van uw woord ook iets zijn dat balsem is uit de hemelse apotheek en dat in een lichamelijke of geestelijke wond wonderen kan doen als u het met uw hand daaraan toepast. Gedenk ons zo, heren, en leid ons door uw lieve geest op de preekstoel en onder de preekstoel en thuis. En ook de kinderen zegen ze, heren, dat ze een goede indruk van u zouden krijgen onder de wekelijkse bediening van uw woord. Zegen onze jonge mensen en laat de keuze van het geloof ook jong in het hart mogen komen
En wees met ouderen en de oudsten. Heren, dat het hoe ouder we worden, hoe lichter mag worden in uw gunst. En dat er een sterker uitzien mag komen tot de volmaakte ontmoeting met u. Hoor ons in ons bidden, Heren, en leid ons door uw geest. Wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik dacht dat ik me vergiste bij de aankondiging van de huwelijksdienst, de aanvang van de huwelijksdienst zaterdag. Dat is 14:30 in de hervormde kerk van Scherpenzeel, wel onder leiding van onze kerkenraad. Wij gaan zingen uit een pelgrimslied, Psalm 121. Onderweg naar het hemelse Kanaan is dat een prachtig lied en we zingen het elkaar toe. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heere, het zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u ook heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121 in haar geheel, ter inleiding op de prediking.
Wij zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 77, vers 7 en 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Nee, niemand anders dan hij alleen. Psalm 77, vers 7 en 8. Straks na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit Exodus 13. En daarvan de versen 18, 19 en 21 die we nog eens een keer lezen. Exodus 13, vers 18 en 19. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. En dat was 21. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat ze dag en nacht verder konden trekken. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, wij leven in een welvarende wereld, als we naar Nederland kijken en West-Europa. Maar we leven ook in een wereld waar heel wat naars aan de hand is. Wat neemt het geweld toch toe? Ja, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dat moet je helaas wel zeggen, maar laten we er maar niet boven gaan staan. Maar we hebben genoeg aan onszelf, gemeente. Het kan zo op je afkomen. Oh ja, het kan voor de wind gaan. En zeker, er zijn veel dingen waar we hartelijk voor mogen danken. En ik hoop dat u die dank ook op het hoogste adres mag brengen, want de Heere gaat over alles. Maar er zijn ook best dingen die tegenwind kunnen zijn. In het maatschappelijke leven, in het gezondheidsleven, maar ook in het geestelijke leven. En dan kan het net zijn alsof je, zoals het volk Israël onder het oude verbond, door de woestijn gaat en figuurlijk gesproken dan, en met je blote voeten bij wijze van spreken het hete zand onder je voelt branden en de hete zon boven je voelt branden, en zal er ooit nog uitkomst zijn? Ja. Pelgrimsroute. Maar nu is het wonder dat de Heere Jezus in deze gevallen wereld, waar het altijd toch ook kommer en kwel is geweest, met een hele hoop goede dingen ook, dat de Heere Jezus deze gevallen wereld als zijn domicilie heeft gekozen en voorgaat, voorgegaan is en voorgaat. En als je nou zijn herderspoor mag ontdekken en als schaap de stem van de goede herder hebt leren kennen, geliefden, dan mag je achter hem aankomen. En dan gaat het wel door het hete woestijnzand heen, bij wijze van spreken. Maar dan gaat het wel de goede kant op. En dan kom je wel eens thuis. Dat is het thema voor de prediking. Woestijngangers onderweg naar het hemelse Kanaan. En dan drie gedachten, drie aandachtspunten. De reis weg, die getuigt van Gods wijsheid. De reisgids, die getuigt van Gods nabijheid. En de reisbagage, die getuigt van Gods trouw. Ik herhaal, woestijnreizigers onderweg naar het hemelse Kanaan. De reisweg, die getuigt van Gods wijsheid. De reisgids, die getuigt van Gods nabijheid. En de reisbagage, die getuigt van Gods trouw. Jongens en meisjes, eindelijk waren ze van de knoet van die farao uit Egypte verlost. Vrij.
spanning, wat zal er nou gebeuren, nietwaar? Ja, zeker. En dan, als ze dan uit Egypte geleid worden naar die barre tiende plaag met veel doden in de gezinnen van Egypte, maar ook als er geen bloed aan de deurpost zat in Israël, als ze dan eindelijk dat nare Egypte, die vijandschap, mogen verlaten, dan, vergist Mozes zich niet, want dan leidt de Heere dat volk niet via de kortste weg, maar leidt de Heere dat volk op een omweg. Het gaat niet linksaf naar boven, maar het gaat rechtsaf naar beneden, als u de kaart van Israël een beetje voor u kunt halen. Daar leidt de Heere zijn volk niet via de kustroute door het land van de Filistijnen, waar tegenwoordig ook oorlog is, de Gazastrook zal ik maar zeggen. Want dan zouden ze in ongeveer 2 weken in het land van de belofte kunnen zijn. Nee, maar dan leidt de Heere ze op de omweg richting de Schelfzee. En daar heeft de Heere een heel goede overlegging bij. Want als dat volk via de weg van de Filistijnen in de strijd terecht zou komen, dan zou het spijt van de verlossing hebben. En dan zou het terug willen keren. En dan zou er weer een smet komen liggen op de verlossing door de sterke hand van de Heere. En dan zouden ze zelfs weer terug willen naar de vleespotten van Egypte. En zo worden ze woestijnreizigers. Ja. Woestijnreizigers. Dat is niet makkelijk. Maar het blijkt dus uiteindelijk ook niet onmogelijk voor degene die er oog en hart voor krijgen. Wij kiezen meestal ook voor de directe, kortste route. Jongeren, aanpakken. Nou, het is fijn als iemand van aanpakken weet en gauw bij zijn doel wil komen. In je werk, in je studie, in je gezin, in je gemeente. Ook geestelijk in het geloof. Hè? Geen omwegen, maar recht toe, recht aan, op je doel af. Ja. Maar dat kan de Heere ook wel eens anders leiden. In zijn wijsheid kan God je stilzetten. Als die je uitgeleid heeft uit het slavenhuis Egypte, dat je op de omweg terechtkomt, op een onbegrepen route. En nou, daar kunnen we best als mensen moeite mee hebben. Ja, kinderen van de Heere, heeft de Heere dat misschien ook in uw leven gedaan? Dankbaar dat de reddende hand van de Heere je verloste van de duivel en van de zonde en je schuld verzoende. En je stelde in de vrijheid van het kindschap van God om Christus wil. En door de Heilige Geest ook met overtuiging in je hart gelegd en in je geweten. Nou, daar ben je heel dankbaar voor. Hè? Maar als de Heere dan je ook op een omweg leidt, daar kun je best dus moeite mee hebben. Hè? Hij verloste je om je van de dood te redden en je in het leven te zetten. En daar ben je heel dankbaar voor, uit het slavenhuis van Egypte, het geestelijke slavenhuis van Egypte in deze tijd. Maar als de Heere dan op een omweg leidt, daar moet een mens wel aan wennen. Daar moet je wel genade voor ontvangen. Ik zal u leiden, zegt de Heere ergens in de Bijbel, op wegen die u niet kent. Langs wegen die u niet gekozen zou hebben zelf. Dat betekent dus, God houdt de leiding. En dat vind ik al een stuk evangelie, ook in het Oude Testament. God houdt de leiding. Dat mag in het geloof ook gekend worden. Wat heerlijk als de Heere de leiding houdt. Op die reisweg die getuigt van Gods trouw en van Gods wijsheid. Zowel aan het begin en als ook aan het einde. Ja, je kunt er ook verdiept in worden, hè? Geleerd in worden, geleid in worden. Op de weg, onderweg door de woestijn van onze tijd, de hete zandwoestijn van onze tijd, op onderweg naar het hemelse Kanaan. Hebt u dat als kind van God ook geleerd, gemeente? Een beginneling op de weg of al verder op de geloofsweg, bevestigd in het geloof door genade. Een doorleefd geloof, maar daar kun je best nog wel eens moeite hebben met als de Heere je opeens stilzet. Bijvoorbeeld je eigen weg wordt afgesneden, of er gebeurt een ongeluk, of er is een teleurstelling, een onverwachte gebeurtenis, een sterfgeval, stilgezet door de Heere. Ja, dan moet je de Heere uiteindelijk gelijk in geven. Hè?
Het lijkt alsof je steeds verder van Kanaan afkomt. En zeker van het hemelse Kanaan. Pas op, niet in opstand komen. Want dat doet de Heere expres ook met het volk verlost uit Egypte. Als ze rechtstreeks zouden gaan door de Gazastrook, zal ik maar zeggen. Hoe staat het er? Ze trekken in slagorde uit. Dus ze zullen wel eens eventjes de wapens hanteren en de vijand verslaan alsof ze dat konden. Ze zijn een amechtig volkje geworden na die lange onderdrukking. En daarom leidt de Heere ze op de omweg. En lijkt het alsof ze steeds verder van Kanaan afkomen. Maar woestijntijd, dat is oefentijd. Geloofstijd. Om in de strijd van het geloof te merken dat God zich niet vergist. Dat de Heere zelf meegaat. Dat de Heere zelf vooraan gaat. Ja, het verloste Israël marcheert uit Kanaan. Hè? Nu zullen we het hebben, nu zullen we het doen. Maar de Heere leidt ze op de omweg. Verkijk je niet op eigen krachten, mensen. Zeker heb je je verantwoordelijkheid. Maar die genade die moet van boven geschonken worden. Israël, ik zei het al, was een amechtig volkje. Door de verdrukking door Farao vechten konden ze niet. En daarom die omweg. En nu mogen ze leren geloven wat ze aan hun God hebben. Niet alleen maar die God van de 10 plagen en dat wonder van de uitredding. Maar in het dagelijkse leven leren wat je aan je God hebt. Lichamelijk, als gezin, als gemeente en geestelijk. Ze mogen leren geloven in de betrekkelijke rust van de woestijn. Dan mag je je hoop en je vertrouwen leren stellen op niemand anders dan de Heere Jezus, waar de Heilige Geest je wil brengen. Gemeente, wij leven natuurlijk eeuwen later, maar de Heere leidt zijn volk nog steeds zo. Door de woestijn van onze tijd 2023. Dat is voor de Heere niet onmogelijk. Om precies in de concrete situatie van u, van jou, van mijn leven over te komen met zijn voorzienige zorg. Dat moet je leren. Dan moet je niet naar de bergen kijken. Van waar zal mijn hulp komen? Psalm 121. Mijn hulp is van de Heere. Die hemel en aarde geschapen heeft en onderhoudt ook na de zondeval. En die daarom een en al bereidwilligheid is om een woestijnvolk dat soms amechtig is te troosten, te leiden, te versterken en te weiden in de grazige weiden van zijn woord. De reisweg die van Gods wijsheid getuigt. Dat is het eerste aandachtspunt in deze preek. En dan de tweede gemeente, de reisgids die getuigt van Gods nabijheid. Ja, ik zei het al in het eerste punt, hè. Die omweg is voor Israël een teleurstelling geweest. Als het verdrukte volk eindelijk de bevrijding van het slavenjuk op zich af ziet komen, heeft het vast gedroomd dat het binnen 2 weken in het land van de Kanaan zou zijn, hè, overvloeiende van melk en honing. En ze zagen zich al zitten in hun eigen tent onder hun eigen palmboom en onder hun eigen wijnstok, een vruchtbare vijgenbomen. En de kinderen huppelen van zielenvreugd. Binnen enkele weken zou het leed geleden kunnen zijn. Maar in plaats van snel en een geplaveide weg richting het noorden, buigt de weg af naar het zuidoosten. Richting woestijn. Nou, als u wel eens in het Overjordaanse in Palestina en Israël bent geweest, gemeente, dan kunt u zich enigszins voorstellen wat zo'n woestenij is. Hè? Rotspartijen, gebrek aan water, gebrek aan voedsel, gebrek aan schuilplaats, geen schaduw voor zoveel. Zo'n tocht, ja, tegenwoordig zijn overlevingstochten getrainde mannen en misschien ook wel voor getrainde volken. Maar wat moet nou zo'n volk dat niet eens kan strijden, dat amechtig is na zo'n lange onderdrukking, nou in zo'n dorre, barre woestijn? Hoe kan dat ooit goed gaan? Ja, daar ligt vaak onze moeite. Hè? Wij willen graag dat de wensen die op ons gebedslijstje staan door de Heere zo vervuld worden,
dat we denken, ja, ja, zo moet het gaan. Zoals wij denken, zo moet het gaan. Maar de Heere is God. Ja, en ja, gemeente, laten we ook maar niet boven Israël gaan staan, dat zo makkelijk klagen kon. Als het in ons leven, in wensen en verlangen soms anders gaat dan we gedacht hadden, dan kunnen we God zomaar in het beklaagde bankjes zetten. Pas daarvoor op. Het volk kent zichzelf nog niet. Het volk kent zijn God nog niet goed. En nu neemt de Heere alle genadetijd in die woestijn om te leren wie hij is. Het waren niet allemaal mensen als Jozua en Caleb en Mozes die echt op de Heere vertrouwden. Nee, het waren veel mensen die met de vuist naar de hemel stonden. Hè? En het is natuurlijk aangrijpend straks dat die 2 jaar daarbij de Horeb, dat uiteindelijk 40 jaar wordt vanwege hun ongeloof. Maar dan blijft de woestijn toch een oefenschool, geoefend in het geloof. Voordat het de strijd met de Filistijnen aan kan, dan gaat de Heere zelf mee. Ja, ook Mozes bepaalt de route niet, hè? Maar de Heere bepaalt zelf de route. En dat doet hij dan heel mooi, jongens en meisjes, met dat beeld in vers 18. In vers 21. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom, om hun de weg te wijzen. Prachtig, hè? Denk maar aan een grote stapelvolk, daar in die hete woestijn. En die konden ze al van ver af zien, want er gingen heel wat mensen Egypte uit. Hè? En ze hoefden alleen maar op die stapelvolk te zien, om te kijken, als die bewoog, dan moesten ze die kant op. Als die stopte, mochten ze het kamp opslaan. Daar leert de Heere dus al, doordat hij er zelf in de wolkkolom overdag bij aanwezig is, het volk niet op die bergen te zien of op de verscheurende dieren die ervoor kwamen of op de droge zandwoestijn waar ze geen drinken konden krijgen, maar omhoog te zien. Immers is mijn ziel stil tot God. Dat moest Gods kind leren. En wij leven eeuwen later, geliefden. Maar dat moeten wij als land en volk en vorstenhuis leren. Carrière is mooi als je het van de Heere ontvangt. Gezondheid is een grote schat als je die van de Heere mag koesteren. En zoveel liefdesbetrekkingen die er zijn, wees er zuinig op. Maar dan wel altijd in die afhankelijkheid door naar boven te kijken. En je niet blind te staren op een carrière of op een liefdesbetrekking of op een goede baan of op een behoorlijk kapitaaltje of op een mooie toekomst. Maar naar boven kijken. En als je naar boven mag kijken, en dat wil de Heere leren in de woestijn aan zijn volk. En wat zou het groot zijn, gemeente, als we in Nederland, dat als land en volk en vorstenhuis ook opnieuw zouden mogen leren. Wat gaan er in kerken dicht tegenwoordig? En wat moeten mensen het allemaal zelf doen? En wat blijkt ook dat ze eigenlijk een stukje echte religie missen. Ja, dat moet nog op een matje van heilgymnastiek, niet waar? Yoga, dat is dan de meditatie tegenwoordig die dan aangeprezen wordt. Of zelfs voedsel wordt religie. Maar dan kijk je niet omhoog. En dat wil de Heere zijn volk leren. Vandaar die wolkkolom. Overdag gaat hij mee. En weet je wat nou zo mooi was, jongens en meisjes? Het was daar zo heet in die woestijn. Maar als die wolk boven dat volk was, dan werden de zonnestralen getemperd. Dus dan konden ze schuilen onder de wolk. Mooi, hè? Het volk Israël heeft vaak geklaagd over te weinig water, of een verkeerd voedsel, of een nare vijand, of dat ze Gods leiding niet begrepen. Maar ze hebben nooit geklaagd over de hitte. Want de beschermende wolk van de Heere zelf was over hen. En om het hun gemakkelijk te maken om in de levende God te geloven, was er die wolkkolom die voorging. En die soms ook, als er een vijand was, tussen de vijand en hen in kwam te staan. Zodat ze toch veilig waren bij de Heere. En het kon niet alleen erg heet zijn in die woestijn, maar het kan in de woestijn, als het overdag
30 graden is in die felle zon, 's nachts zomaar 4, 5 graden vriezen. En dan staat er zo mooi dat nou die wolkkolom overdag, als het donker werd, een vuurkolom was. Zodat de wilde dieren op een afstand bleven, want die waren bang voor het vuur. Maar zodat er ook verwarming was naar beneden van die levende God die in de barre woestijn meeging, hen beschermde, hen leidde en hen eigenlijk niet kwijt wilde. Ja, wat een God, hè? En dat is nou in de Heere Jezus belichaamd, geliefde. Dat de Heere Jezus nou gekomen is om zijn volk op te zoeken. En dat de Heere Jezus nou een lichaam gekregen heeft zoals wij mannen hebben, maar dan een perfect lichaam. En dat hij in alles verzocht is geweest, net als wij, zonder te zondigen. Met de bedoeling om leidsman te kunnen zijn. Om medelijdende, sympathieke, hoge priester te kunnen zijn. Om vooraan te gaan richting de toekomst van het hemelse Kanaan. Wat een God, wat een genade, wat een ontferming in die wolk en die vuurkolom die getuigt van Gods nabijheid. Wij hebben het verzondigd, mensen. Maar de Heere wil ons niet kwijt. Wij willen de Heere wel kwijt als we aan onszelf overgelaten worden. God verhoede het. Maar de Heere wil ons niet kwijt. In welke andere godsdienst vind je zo'n vaderlijke ontferming en zo'n teer mededogen en zo'n bereidwilligheid om zijn zoon te geven tot een rantsoen voor velen in dat reine bloed van de Heere Jezus dat hij geplengd heeft voor de schuld van Gods volk en kinderen. De Heere gaat voorop en de Heere is ook hun achtertocht overdag en bij nacht. Ze kunnen dus in alle omstandigheden op de Heere rekenen en achter de Heere aan. En ik zei het al, dat duurt dan 2 jaar bij de Horeb, want dan krijgen ze de wet. En ze weten hier nog niet dat na de verspieders, dat de verspieders niet geloofd werden. Die 12 verspieders, die 2 werden niet geloofd dat de Heere het zou doen gelukken. Wordt dat zelfs 40 jaar. Maar 40 jaar in de woestijn, dat is ook weer voorbereidingstijd. Want dan gaan ze ontdekken, God geeft water uit de rotssteen. God geeft manna uit de hemel. En in het Nieuwe Testament staat, Paulus mag het schrijven in 1 Korinthe 10, dat de Heere Jezus nou uiteindelijk dat water uit de rotssteen is. En Johannes mag het schrijven in zijn evangelie. Dat manna, dat is al een aankondiging van mijn vlees en mijn bloed. Dat ik over heb voor de verlossing van mijn volk uit het Egypte van deze gevallen wereld. Opdat ze het zouden eten en drinken en zalig zijn in tijd en eeuwigheid. En dus al een voorsmaak hebben van hoe het zal zijn. Als ze als overwinnaars op zijn kosten mogen aankomen in de troon en straks als hij terugkomt op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. En bij de Horeb stelt God het verbond met zijn volk in. Ik voor u, ik, de Heere uw God, ben uw God. Voordat de geboden komen, die ze natuurlijk met de voeten getreden hebben, maar laten we maar niet voor een ander luisteren, verklaart de Heere zijn liefde. Ik de Heere uw God, die u uitgeleid hebt, heb uit het slavenhuis Egypte. Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Ja, dan heb je wel je verantwoordelijkheid te verstaan. Hè? Want Paulus moet ook zeggen dat in het merendeel heeft de Heere geen behagen gehad, 1 Korinthe 10. Maar dat lag niet aan de Heere, dat was omdat ze weigerden te bukken en te buigen onder de tere leidingen van de Heere. Dat is aangrijpend, mensen. Ik moet er vaak aan terugdenken als ik zie hoe het gaat in Nederland op regeringsniveau, in het Koningshuis en ook in het kerkelijke leven. Laten we ook maar niet voor een ander naar een ander wijzen, maar de hand moet in eigen boezem.
Wat zijn we ver van de Here afgedwaald als land en volk en vorstenhuis. Maar wat een zegen dan, kinderen van de Here, dat u het mag kennen. Dat u mag schuilen onder de wolk die Jezus aan het oog onttrok toen hij naar de hemel voer en thuis kwam. En dat u door het licht van de Heilige Geest, dat hij heeft ontstoken in uw hart en leven, mag weerkaatsen, reflecteren en zo een levend kind van God in de hete woestijn van 2023 zijn, onderweg naar de toekomst, dan komt er lijn in je leven. Ja, dan is er een stuk trouw in je leven. Want je weet je verantwoordelijk voor de Here en naar je naaste. En je weet je verantwoordelijk voor elkaar in de gemeente des Heren. De omweg die de Here soms met u, met jou, met mij kan gaan, is vol van Gods openbaringen, vol van wonderen, vol van uitreddingen. Geen verloren tijd, maar bepalend voor het geloofsleven en de verdieping ervan. Juist op die omweg heeft de Here zijn volk zoveel geleerd met de bedoeling op hem te vertrouwen. Dat is het tweede punt in de preekgemeente. En dan het derde, de reisbagage die getuigt van Gods trouw. Ja, de stoet vervoert een dode. Ja, ja, jongens en meisjes, ja, ze nemen de kist van Jozef mee. Je weet wel, Jozef, hè, die verkocht was naar Egypte en die onderkoning werd. En die Jozef, die was echt gelovig. Ja, ook in de woestijn van Egypte, zal ik maar zeggen, was Jozef echt een gelovige jongen. En hij was nog maar heel jong, hoor, 17 of 20 jaar, dat kan dus. En toen hij zich dan eindelijk aan zijn broers bekend maakte, toen dachten die broers, nou is onze laatste dag geslagen, want we hebben Jozef verkocht en vader Jacob bedrogen. En nu is dit Jozef. Maar dan mag Jozef zeggen, en dat is nou echt, dat heeft hij geleerd ook in die woestijn, ook verdiept is dat, hè, toen hij in de gevangenis zat. Ja, jullie hebben wel heel gemeen gehandeld, broers, maar God heeft het ten goede gedraaid, geleid in zijn voorzienige zorg. Want om een groot volk in het leven te behouden. Ja, en Jozef is zo gelovig dat hij zegt, je moet me niet in een, als ik gestorven ben, niet in een piramide bijzitten. Want ik wil begraven worden in Bethlehem, in het beloofde land. Je moet me dus in een kist leggen als ik gestorven ben. En je moet me meenemen uit Egypte. Want dat gaat God zeker doen. En je moet me meenemen richting het beloofde land. En als ze dan onder leiding van Mozes, onder de wolkkolom en de vuurkolom, dat nare Egypte uitgeleid zijn, de woestijn in, dan nemen ze dus de kist met beenderen van Jozef mee. Nou, wat zullen die Egyptenaren hebben gespot met die Israëlieten, met die Hebreeën, die met een doodskist gingen zeulen in de woestijn. Ze hebben ze uitgelachen. Egypte uit, de woestijn in. Maar op die omweg was die kist met de beenderen van Jozef een zichtbaar getuigenis voor mensen als ze moeilijk waren in het geloof. Het gaat wel op de omweg, maar Jozef heeft gezegd, je komt in Kanaan. Dus het gaat toch de goede kant op. Bijzonder, hè? Zo'n eenvoudig en toch diep geloofsgetuigenis. Het komt goed, het gaat goed, al is het op de omweg. Jullie komen terecht in Kanaan, want de Here zal naar jullie omzien en zal jullie uitleiden en zal jullie doorleiden en zal jullie thuisbrengen op de plek waar ik begraven wil worden in het beloofde land. Een prachtige geloofsbelijdenis. Te meer
omdat Jozef nog niet wist wat wij mogen weten door het geloof, de opstanding van de doden in het Nieuwe Testament. En dat de Heere Jezus de dood zou overwinnen. Ja, bijzonder is dat. Hè? Daarom heb ik er u ook bijgelezen, gemeente. Die prachtige verzen uit Hebreeën 12. De Heere Jezus Christus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht. Wat een heiland, hè? Hij heeft het kruis dat wij verdiend hadden. Hij heeft de schande die wij hem hebben aangedaan. Hij heeft die gedragen op zijn hart. Vanwege het feit dat hij een liefhebbende zaligmaker was en is. Wat een heiland, hè? En dat hij in de gelijkheid van ons zondige vlees gekomen is, maar niet voor zichzelf, maar om nu geestelijk mee te kunnen maken wat Gods volk op de woestijnreis door het hete zand van een zondige wereld doormaakt richting de toekomst. En hij gaat zelfs vooraan, overste leidsman en voleinder van het geloof. Jammer dat de HSV dat overste weglaat, want dat staat er in het Grieks wel. En dat betekent dat de Heere Jezus vooraan gaat. Leidsman, ja, leidsman gaat ook vooraan, maar overste leidsman accentueert dat nog des te beter. Hij gaat vooraan met de bedoeling een voleinder van het geloof te zijn. Dat hoefde hij niet voor zichzelf te zijn en te doen. Dat doet hij nou voor al die schapen die door genade zijn voetspoor mogen drukken. Wat een heiland, hè? En dan heeft de heiland zoveel doorgemaakt, dan is ons ongemak nog maar een schijntje. Laat het voor de Heere Jezus ook een omweg geweest zijn, want hij had de heerlijkheid van zijn vader niet hoeven te verlaten, maar hij heeft het gedaan uit hartelijke bereidwilligheid. Vader, slaat u mij maar. Hangt u mij maar aan het kruis. Laat mij hangen en staan op de plekken waar de klappen van uw recht vallen. Dan kunt u met vaderhanden uitgebreid staan om schuldige mensen te ontvangen en ze te leren dat het in het volbrachte werk van de Heere Jezus klaar is voor God de Vader. En die is zo rechtvaardig dat hij de zonde maar één keer straft. En als je nou mag schuilen onder die levende Christus, geliefden, wat is dat groot, hè? Ik zei het al, hè, de wolk die hem ontrokken heeft op de hemelvaart als een teken dat hij bij God thuis kwam, hè? En de Heilige Geest daarna uitgestort, want de deur is opengelaten met hemelvaart. En de meerdere Jozef die zit aan de rechterhand van de Vader in de troon van de overwinning. God was zo tevreden met hem dat hij hem opgewekt heeft op de derde dag. En na de 40ste dag ook opgenomen in heerlijkheid in de troon aan zijn rechterhand. De vervulling van de oudtestamentische belofte. Als hij thuisgekomen zal zijn, deze rechtvaardiger, want dat is die, dan zal die velen rechtvaardig maken. En dat doet nou de Heilige Geest met een woestijnvolk onderweg naar de toekomst van de Heere. Mensen, wat hebben we dat nodig om dat te zien, om dat te ontvangen in het geloof, om dat bevindelijk te doorleven en de rechte, juiste koers te zien aangegeven worden door niemand anders dan de Heere Jezus alleen. En dan die koers ook te gaan, te vertrouwen op zijn leiding. Gods koers, dat is de juiste koers. Dan kom je thuis, dan gaat het naar huis. Niet dat je het leven zat moet zijn, helemaal niet. Je moet juist, zolang de Heer je nog in het heden van de genade laat, mag je trouw zijn op je plek. Wat is dat nodig, mensen? Dat we trouw zijn op onze plek. Veel Nederlanders, die hebben misschien nog wel een Bijbel thuis, maar ze lezen het er niet meer in. Ik zeg het opnieuw, gemeente, laten we niet naar een ander wijzen. Maar als wij
het reisboek van de Heere kennen. Als wij niet meer op een dode Jezus hoeven te zien, maar op een levende heiland die dood geweest is, maar hij leeft, dan zien we dus ook omhoog en verwachten we het van boven. En dan is die sympathieke hoge priester hoog boven ons, dat is ver weg, maar ook heel dichtbij. Want sympathiek, ik zeg het expres zo, daar staat in het Grieks, in de Hebreeënbrief ergens anders, dat hij van binnenuit kan medelijden met dat volk dat wel eens zucht in het hete woestijnzand. Komt er ooit uitkomst? Nou, gemeente, je mag nu alles met die levende Christus, meer dan Jozef is hij, glorie voor zijn grote naam, overleggen. De moeite en het verdriet, het onbegrip misschien voor een omweg, of het niet kunnen begrijpen dat God die weg met je leven gaat, dan mag je allemaal met de Heer overleggen. Je kan erin zondigen, maar hij heeft het graag dat je al je bekommernis in de hand van de Heere legt. Hij zorgt voor u. Want er staat zo mooi van die sympathieke meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus. Hij is in alle dingen verzocht geweest, net als wij. Het is ook verzocht, hè? Ook de duivel heeft zijn gemene spelletje gespeeld. Maar hij heeft niet gezondigd. En dat heeft hij gedaan omdat wij nou zo'n hoge priester nodig hebben die van binnenuit met ons mee kan voelen en ons uit de hemelse apotheek kan geven wat nodig is om toch de woestijnreis te maken onderweg naar het hemelse Kanaan. Zalig, gemeente, als wij zo onderweg mogen zijn. Laat voor alle zegeningen die er zijn, en er zijn er vele, ook de dank op het hoogste adres komen. Glorie voor zijn naam en werk. En dat we met alle zorgen, nee, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, ontdekken dat je in die woestijngang zo gesterkt kan worden op de moeilijkste plekken door die levende Christus die voorgegaan is en die thuisgekomen is, dat je zegt, Heere, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Zoals de broers van Jozef versteld stonden van zijn geloofsbelijdenis, zo, en het gaat nog dieper in het christelijk geloof, mogen wij versteld staan van de ontfermingen van die levende Christus, die geen vakantie houdt met eerbied gesproken aan de rechterhand van zijn vader, maar die uit doorboorde handen de leiding van Gods programma in het leven van woestijngangers toepast aan hun hart. En als je dan verwonderd dankbaar bent, mensen brengen het op het hoogste adres. We zijn denk ik te weinig dankbaar. En als je moeite hebt of verdriet of tranen in je hart of in je oog, leg het maar in zijn hand. Maar blijf achter hem aangaan. Zijn voetstappen drukken. Want hij weet de weg. Hij is al thuis. En hij brengt de zijne thuis. Zalig als we dat mogen kennen, gemeente. Je moet denken aan een alpengids, hè, die met mensen de bergen beklimt. En als het dan gevaarlijk wordt, dan zegt die gids, nou moet je je goed vastsnoeren, zodat je niet valt, mocht je misstappen. Nou, zo is het geestelijk ook, hè. Je vastsnoeren is afzien van jezelf. En gelovig zien op hem, daar leidt de Heilige Geest naartoe. En dan ontdekken, als hij misschien niet geeft, ik heb het vanmorgen ook gezegd, wat op je verlanglijstje staat, dan wil hij wel balsem uit de hemelse apotheek geven. In littekens die schrijnen. In een wond die genezen mag. Zo wonderlijk, omdat hij als man van smarte alles doorgemaakt heeft wat Gods kind moet doormaken. En nu als koning der glorie zijn werk mag afmaken. Zalig, gemeente,
dan kunnen in de wonden van de Heere Jezus ook nog vertroostingen zijn om de gang door de woestijn van 2023 te maken tot aan de dag van uw aflossing of tot aan de jongste dag. Ziende op hem, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Of zingend met de heiligen uit Openbaring 5. Die zijn al thuis. Halleluja, lof zij het lam, dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, maar hij leeft, en die het volk dat hij ontzondigd heeft, tot in eeuwigheid beveiligt. Dat is dus een levensverzekering die niet eindigt bij je dood, maar die je brengt bij de troon, waar dan al Gods kinderen zeggen: Heere, u hebt ons lief gehad met een eeuwige liefde. U bent ons voorgegaan, u bent thuisgekomen. En daarom bent u het waard, eeuwig, geliefd, geloofd en gediend te worden. Mag jouw stem ook in dat koor zijn, hier al in generale repetitie en straks in volmaaktheid. Dat geven u de levende Heere. Amen.
We eindigen met dankzegging en gebed. Lieve Heere, wij mogen u hartelijk danken voor wie u bent. En dat u van eeuwigheid af uw hart hebt geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En dat de Heilige Geest ons wil bearbeiden om dat nodig te krijgen wat Christus volbracht heeft. Wat is dat rijk en goed, Heere. En als we verbroken zijn van binnen geworden en u mogen kennen in geloof en ontferming, wat hebben we u dan lief? En wat hebben we u dan nodig als schuldovernemende borg, maar ook als leidsman in het geloof? En wat een wonder dat u dan uw kinderen voorgaat, Heere, als overste leidsman en voleinder van het geloof. En dat wij mogen volgen, mogen leren volgen. Uw voetstappen drukken. U bent zelf door die hete woestijn gegaan, Heere. En in uw voetstappen is het veilig gaan en veilig staan voor tijd en eeuwigheid. Wij willen u daar hartelijk voor bedanken. Vader in uw verkiezende liefde, Zoon in uw verlossend werk en Heilige Geest in uw toepassende genade. Welgelukzalig het volk dat het mag kennen en zo achter u de Heere aan mag komen. Ouderen en jongeren en kinderen. Ja, het zal een grote schare zijn die niemand tellen kan. Zo overvloedig, zo waardevol en zo ook in heerlijkheid voor de koning die het volmaakt, volbracht heeft. Heere, we bidden voor land en volk en vorstenhuis. In de omstandigheden waarin wij zijn. Het verschraalt hoe langer hoe meer, al zijn er ook nog heel goede dingen. De hitte kan ons zo branden, dat we het op verkeerde plekken zoeken ter verkoeling. Heere, zegen onze regering of de nieuwe regering die samengesteld moet gaan worden na de verkiezingen in november. En wij bidden van u, Heere, of ook het gebod van u gerespecteerd zou mogen worden. Want dat is toch een gebod ten leven. Zegent u ook de christenpolitici en stel ze tot een zegen. Plaatselijk, regionaal en ook landelijk. We bidden voor het Koningshuis, dat er achter paleismuren toch geknield mag worden om de koning der koningen te smeken om genade die wijsheid geeft in dat hoge ambt. Heere, gedenk onze kerken met alle zorg die er is en dat we toch trouw mogen blijven bij het gezag van uw woord. Dat we daaronder mochten blijven bukken, want anders gaat het fout. En tegelijk belijden we u, Heere, wat is er een verbrokkeling? Wat hebben we er wat van gemaakt, ook als christenheid in Nederland? Wat een zegen dat er over kerkmuren heen ook herkenning is. En samenwerking en samenbinding in het ene ware geloof. Gedenk de gemeente hier ter plaatse, Heere, met de kerkenraad en de dienstdoende predikanten. Zegen die broeders en stel ze tot een zegen in het midden van de gemeente. En we bidden ook voor de emeritus dominees. Gedenk ze, Heere, in de omstandigheden waarin ze zijn. We willen ook bijzonder bidden voor dominee mevrouw Van Beek. Wil ze sparen en dragen in uw gunst, Heere. We danken voor het goede geestelijke contact en we dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk ook dominee van Zorgen en de andere dominees die een andere taak mogen vervullen. Wij danken u voor deze zondag in de Prielkerk, oud en vertrouwd en nieuw en belijdend. Wat is dat rijk, Heere.
wilt u ons verder geleiden. Zegen de gezinnen, zegen de alleengaanden. Wees nabij bij mensen met verdriet en zorg en pijn, lichamelijk en of geestelijk. En wees met mensen die blij en dankbaar zijn en mogen genieten van uw goede gaven, dat u daarvoor de eer zal krijgen. Gedenk de jeugd en de kinderen in deze vakantieweek. Spaar en draag ons alle veilig. En dat we u zouden zoeken en vinden, Heere, als we u nog niet kennen. Bekeer wat onbekeerd is en versterk uw eigen werk. En dat we mogen kennen dat er lijn in ons leven is, van bovenaf gelegd, de toekomst tegemoet. Trouw op de plek waar u ons roept en stelt. En met de verwachting voor de toekomst om eenmaal thuis te zijn en thuis te komen met een hoofdletter, om u volmaakt de eer te brengen die u toekomt. Houd ons gemoed voor u bereid. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft en zo ons zult thuishalen. Want waar u bent, zullen ook zij zijn die de uwe zijn. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. O blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. We zingen tenslotte nog Psalm 17, vers 8.
Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.